Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben Sven Langeberg. En ik ga even het verschil laten zien tussen alle verschillende zwart-witte afdrukken die er mogelijk zijn. Want hier krijg ik een hoop vragen over. Wat is wat nou? En waarom is het een nou zoveel prijziger dan het ander? En wat krijg je daarvoor terug? Dit is een standaard matglansfoto afgedrukt bij de kruidvat. Het is een beetje een blauwe gloed. Hij is zwart. Daar valt niks over te zeggen, maar hij glimt een beetje. En als je heel kritisch bent en heel goed gaat kijken, dan zie je eigenlijk gewoon alsof die gewoon uit een inkjet printer is gekomen. Er zitten wat strepen op. Van een afstandje zie je... Jij bent zo. Alright. Van een afstandje zie je er niks van. Hartstikke mooi, zeker als het ingelijst is. Hij glimt toch al een beetje. Maar er is gewoon verschil. En het verschil is best wel groot. Dit is eventjes, dit heb je waarschijnlijk thuis ook, gewoon een foto van de kruidvat van de HEMA. Dit is even ons eikpunt op het moment. Hier heb ik een wat dikker kartonnen artpapier, noemen ze het. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Wat textuur in. De textuur is mooi. De textuur is super. Het lijkt wel een schilderij, een canvas. En hij is ook al heel wat zwarter, donkerder dan die foto hieronder. Nou, dan is er natuurlijk nog meer. Achter mij had je hem al zien staan. Een canvas. Zwart-wit canvas. 80x120. Even kijken of ik het hier passend krijg. Zo. Een haartje minder zwart dan die art afdruk die ik heb. Het nadeel, en dat komt enkel en alleen vanwege het feit dat het op een doek is gespannen, is als je een hele schuine kijkhoek naar het canvas kijkt, dus zoals jullie nu doen, op een gegeven moment is dan alles wat zwart is, lijkt onbedrukt, waardoor dat je een rare reflectie krijgt. Dit is wel gaaf. Dit is wel diep zwart. Je kan onspiegeld plexiglas krijgen. Dat is deze duidelijk niet. Nou zie je ook al goed dat de originele, de kruidvatprint, zeg maar, we begonnen zijn, die heeft gewoon een blauwe gloed. Deze is zwarter. Het plexiglas is wel echt. Zet je hem vol in de schijnwerpers, dan zie je die schijnwerpers ook terug. Maar goed, je kan hem ontspiegeld bestellen, dan is dat effect niet helemaal weg, maar wel een heel stuk minder. Dan hebben we als laatste mijn persoonlijk favoriet, Fine Art. Fine Art is gewoon echt het meest zwarte wat je ooit zal zien. Dit is een Fine Art print. Daar ben ik zelf heel blij mee. Dit heeft ook een textuur. Ik zou je graag de reflectie laten zien, maar die is er gewoon niet. Hij reflecteert niets. Als ik hem naast het plexiglas hou, dan zie je het verschil in reflectie. Super mooi spul. Het is zwaar katoen, het wordt geperst tot papier. Als ik mensen iets cadeau geef, krijgen ze ook een fine art print cadeau, want dit herken je gewoon niet. Dit zie je nergens anders terug. Super, super mat zwart. Ik heb hier nog een hele grote afdruk achter me staan. Dit is het meest zwarte gedrukte wat ik ooit heb gezien. Maar dat komt doordat die nul reflectie heeft, waardoor dat echt al het licht wordt gewoon weggezogen. Je kan hier een schijnwerper op zetten en hij blijft door en door zwart. Nou, dat was mijn hele korte toelichting. Super bedankt voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben, je weet me te vinden. Je zit waarschijnlijk op mijn YouTube of mijn Facebook of mijn Insta of mijn website. Stuur me gerust een berichtje. Die beantwoord ik altijd heel graag. Ik vind het eigenlijk ook heel leuk om een berichtje te krijgen. Dankjewel. Doei!